I didn't know. Dit is zo cute. Kom uit. Goedemorgen, lieve vrienden. Uitzicht hier is echt fenomenaal. Blijkbaar is het hotel dus ook meerdere keren viral gegaan op TikTok. Oh my god. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Zoals je wellicht al in de titel hebt gezien, dit is weer een reisvlog. En misschien hoorde je het ook al en zien het ook al. Ik sta op Centraal Station, want we gaan met de trein naar Duitsland. En dit wordt een tripje naar het Zwarte Woud. Ik heb eerder al een reisvlog gemaakt over Urban Nenna. Dat is een hele leuke plek rondom het Ruhrgebied, Düsseldorf, Keulen en Bochum zijn we toen geweest. En nou ja, dit keer dus het Zwarte Woud. Er gaan nog drie andere bloggers / Instagrammers, influencers mee. Dus ja, volgens mij wordt het heel gezellig. Ik ga lekker mijn plekje in de ICE opzoeken en let's go! We zijn net aangekomen in Karlsruhe en hier achter mij zie je Lena, Alexandra, Shanna en Maaike. Maaike kennen jullie misschien nog van de vorige trip. Wij zijn nu bij het Alter Schlachthof, als ik het goed uitspreek. Hier krijgen we straks een guided tour en daarna gaan we ook nog bier proeven. Oh my god! Slachthuis, of het vroeger een slachthuis was. Eigenlijk meer een soort van slachthof, zo heet het ook letterlijk. Maar tegenwoordig is het meer een soort van centrum voor cultuur en creativiteit. En we staan nu dus ook in een van de gebouwen binnen en daar zie je al deze containers. Waar dus ook allerlei kunstenaars, vooral beginnende kunstenaars, aan hun werk bezig zijn. Die kunnen dan hier gewoon zo'n plekje huren. Maar het ziet er eigenlijk echt super tof uit allemaal. Het heeft echt dat industriële vibeje wat je, nou ja, waarschijnlijk van Duitsland ook wel gewoon kent. Wij zijn nu bij Karls Wirtshaus. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek. Maar het is tijd voor de bierproeverij, jongens. Oh my god. Jullie weten, ik drink eigenlijk normaal gesproken geen bier. Maar ik ga het wel in ieder geval proberen. Dat ze het lekker vinden. Maybe the dark color is the first. Zij zijn bier gewend, denk ik. Nee, ook niet. Oh, ik drink normaal echt alleen maar een soort van Apple Bandit appelbiertjes. En dit is wel echt bier. Ja, maar ik ga het toch doorzetten, jongen. Ja, maar je kunt. Dat is het eind van de reis, dat drink je bier. Ik denk oprecht dat ik deze lekkerder vind dan de vorige. Minder bitter, toch? Het ding is, het wordt steeds beter. Of misschien word ik steeds meer dronken. We hebben een winnaar. Ja, toch? De verwachtingen waren al hoog. Frambozen maar. En roze, het kon niet beter, jongens. Ik vind het helemaal lekker. Dit kan ik echt drinken. Ja, toch? Ja, ik zou deze al opdrinken. Ja. Ik zou hem zelfs bestellen. Nou, kacheltje lam, dat was een heel goed begin. Grapje hoor. Maar wel grappig dat er dus een biertje tussen zat die ik gewoon lekker vond. En inmiddels zijn we dus ingecheckt in ons hotel. Dat is het Schloss Hotel Karlsruhe. Ik word echt steeds beter in mijn uitspraak, denk ik. En nou ja, bed ziet er goed uit. Ik zal jullie even een mini roomtour geven. Eigenlijk is dit al de room. Het heeft ook echt een beetje dat authentieke, ja, retro vibeje, zeg maar. Nou ja, oh, misschien kan ik vanavond wel in bad. Heerlijk. Inmiddels is het ietsjes later op de dag en wij zijn nu onderweg naar het restaurant. We gaan straks eten bij Ivy. Nou jongens, wij hebben heerlijk gegeten. Als het goed is zagen jullie mijn truffelpasta wel. En we zijn nu dus onderweg naar een lichtshow. Als het goed is hoor je dat ook al. Maar daarvoor moeten we wel echt helemaal door het donker. Dus ik wilde heel even dat vertellen. En ik ga me nu weer voegen bij de groep. Awesome.
vrienden, mijn vrienden moet ik volgens mij zeggen. Wij zijn alweer op pad. We zijn nu net in Baden-Baden aangekomen. En bij ons hotel, Hotel Der Kleine Prins, ofwel De Kleine Prins. En hier gaan we even inchecken of in ieder geval onze koffer achterlaten. En dan gaan we weer heerlijk op pad. Oké, nou jullie zagen het eigenlijk buiten al. We zijn net ingecheckt. Blijkbaar hadden we een vroege check-in. En ik kijk hier echt mijn ogen uit. Dit heeft weer zo'n heerlijk retro sfeertje. Maar deze is echt 100% compleet. Kijk even naar hoe het hier allemaal is ingericht. Met die schattige bloemenprintjes. Die gordijntjes. Die schilderijtjes. Ik heb hier eigenlijk gewoon bijna een hele woonkamer. En oh my god, dit is zo cute. Deze badkamer. Dit is toch echt een vibe. Oh mijn god, ik heb ook een bad. Maar dit is wel een heel lekker bad. En dan heb ik hier dus ook nog het toilet. En zelfs het toilet is echt schattig. Maar die maakt wel lawaai. Blijkbaar is dit hotel dus ook meerdere keren viral gegaan op TikTok. En ik kan wel zien waarom. Want ze hebben dus nog meer kamers. Volgens mij ook een soort van torentje. Eén van ons slaapt daarin, niet ik. Dit is niet de toren. Ik ben niet de prinses. Maakt niet uit. Hier doe ik het ook voor. Maar ze hebben dus ook nog een torentje. En ze hebben volgens mij ook nog een biljartkamer. En nog een gezamenlijke kamer. Een soort van woonkamergevoeletje. Maar ik vind dit echt prachtig. Ik vind dit zo cute. Kijk jongens, dit is de gezamenlijke lounge. Oh, de muziek die je hoort is ook helemaal in stijl. Een beetje klassiek. Beetje klassiek! Oh. Hey, ja, toch? Ik kan nog hoger hoor. Nice. Maar dan gaat alles hier kapot. Nou jongens, ik denk dat het hotel al wel de toon heeft gezet. Maar als we zo nu hier door Baden-Baden lopen, dan denk ik ook wel dat ik kan zeggen dat alles hier echt super cute en schattig is. Wij gaan nu even een koffietje drinken. Volgens mij is dat hier, waar het er ook weer super schattig uitziet. Dat was echt heerlijk. In alle eerlijkheid, ik heb mijn taartje niet opgekregen. Maar ik heb wel genoten. En ik geniet nu ook lekker van de zon. We dachten dat het vandaag zou gaan regenen. Eigenlijk zouden we namelijk zo'n soort van scooter. Nee, eigenlijk het heet een. Een soort van toertje met van die elektrische steps gaan maken, weet je wel. Maar dat hebben we dus niet gedaan, want we dachten dat het ging regenen. En in plaats daarvan gaan we dus nu naar het museum. En dat is het Frieder Burda Museum. Dus daar zijn we nu naar onderweg. We doen een audiotour. Dus ik praat nu door mijn eigen audiotour heen. Dus ik ga even. En de tentoonstelling die we hier bekijken is de tentoonstelling van The Painters of the Sacred Heart. Wij zitten nu bij Petra's en de eigenaresse die heeft al wat lekkers voor ons neergezet. Dan gaan we straks ook nog wat bestellen van het menu. Maar dit ziet er al heel goed uit. Het zijn wat typische broodjes die volgens mij haar favorieten zijn. Dus aanvallen. Oké, jongens, dan gaan wij nu iets doen wat ik echt bijna vergat te vertellen, bijna vergat te vloggen. Maar dat is ook niet zo gek, want daar mag ik straks niet gaan filmen. Dus ik heb mezelf ook eigenlijk al helemaal uitgeschakeld en dat is heerlijk, want wij gaan naar de spa. Ik had het volgens mij al een beetje gezegd, maar dit tripje is deels ook een beetje interactief. Aangezien ik voor dit tripje al op Instagram aan jullie had gevraagd,
wat vinden jullie dat ik moet gaan doen in Baden-Baden? En dan konden jullie 3 keuzes maken, namelijk ofwel shoppen in Baden-Baden, ofwel een hike maken naar het kasteel, ofwel naar de spa gaan. En jullie hebben massaal gekozen voor de spa. Volgens mij met iets van 70% of 60%. Ik weet niet meer wat het uiteindelijke percentage was, maar in ieder geval. Ik ben jullie dankbaar, want ik ga dus vandaag naar de spa. En daar heb ik echt super veel zin in en ook wel een beetje behoefte aan. Ik ben namelijk best wel moe. Ik weet niet of je... Nou, je kan het echt duidelijk zien. Ik weet niet of je het kan zien. Je kan het duidelijk zien. Ik heb echt super wallen en dat komt omdat ik eigenlijk nog een beetje een jetlag heb van een tripje van hiervoor. Dus ik vind het echt heerlijk om straks gewoon lekker in die spa even mijn haar omhoog, voeten omhoog, benen in de lucht, rug naar achter of zo. Ik weet niet wat ik allemaal daar ga doen eigenlijk. Helemaal niks eigenlijk. Gewoon lekker in het water liggen. Daar heb ik echt heel veel zin in. Het zijn ook echt thermale baden. Ik zet eventjes in beeld hoe het heet. En ik zal ook even wat foto's in beeld zetten. Want zoals ik al zei, ik mag daar verder niet filmen. Maar dan hebben jullie toch een idee van wat ik hier overdag ga doen. En dan weten jullie ook dat ik dus naar jullie heb geluisterd. Wij zitten bij Hector's. We gaan hier lekker een hapje eten. En straks ook in hetzelfde gebouw naar het casino. En er is hier even een plankje voor ons neergezet. Plankje? Nou, een plank inderdaad. Daar zeg je u tegen. Boomstam is het eigenlijk. Hè? Oh, jij hield van kaasjes. I love cheese. Dit is mijn fromage. Oké, we hebben heerlijk gegeten en we zijn dus nu in het casino. En ons was vanmiddag al verteld dat dit echt heel impressive zou zijn, maar dat het zo mooi en zo chic eruit zou zien. I didn't know. Sorry, maar ik ga gewoon weer helemaal klassiek zingen voor jullie, want het hoort hier gewoon een beetje bij. Ik ga zo stuk. Wij gaan er zelf ook eventjes aan een hendel trekken. Woepiedoe. En we hebben net even wat tactiekbespreking gedaan. Ik weet niet wat mijn tactiek is. We hebben net tactiekbespreking gedaan. En nou ja, we gaan het geld dus ook delen. Als we een heel groot bedrag winnen, dan wordt het 70-30. Dus iedereen krijgt dan 10% en de winnaar krijgt dan 70. Maar goed, onze inleg is 12,50. Dus of we echt de 1000 euro gaan halen, dat weten we niet. We gaan ons best doen. Mijn stroom. Moet jij dat meemaken? I only have a... Hoe is het? Het kan niet echt misgaan als we het delen. Want kansberekening vertelt mij, dan kunnen we deze dus delen door 5. Dan hebben we er 5 van 10. Ja. Gaat nog goed? Ja, ja. En dan kun je er 2 op rood en 3 op zwart doen of andersom. Ja, maar dan, als je dan wint, dan win je helemaal niet veel. Nee, maar je verdubbelt sowieso iets. Ja. Maar je alle 3 lijnen. 1 multiplayer credit bet. 3. Maar hier, we hebben 500 credits. Maar zal ik eens gewoon eens doen? Credit 5 euro. In 1 keer alles weg. Hoppa. 500 credits. Kom op. Ja, wat is dit? Ja, weer 2 cent. Hoppa. 6 cent. Wauw. Oh my god, je gelooft het niet. We hebben gewoon 368 euro gewonnen. Uit 5 euro. Nou, dat vind ik echt knap. Ik denk dan wel mijn 5 euro. Ja, jij krijgt 6. Nou jongens, het was bovenal een geweldige ervaring. Maar er is dus ook wel 360 euro gewonnen. Door Alexandra, de winnares. Yeah. Goedemorgen, lieve vrienden. Oh jongens, ik vind dat echt een heel leuk begin van mijn dag om gewoon dat te zeggen. Het is weer de volgende dag, zoals je wellicht al hebt bedacht. En ik ga nu lekker onderweg naar het ontbijt. En volgens mij ziet dat er best wel weer heel erg mooi uit daar. Ik dacht nou, ga ik dat ook gewoon nog even meenemen in mijn vlog. Let's go. We starten vandaag de dag bij Mercure Mountain. Althans, ik zeg mountain, maar we moeten de mountain dus nog op. En dat gaan we doen met de kabelbaan. Ik ben de hele tijd aan het zingen.
Wauw, oké. Okay. We hadden net echt bijna geen uitzicht, maar kijk. De wolken trekken weg en dan wordt het toch wel heel vet. Wij zijn nu bij de Mühlenmarkt. Grootzauer Mühlen. Ik weet niet of ik het allemaal goed uitspreek, jongens, maar ik doe echt mijn best. Ik zet de locatie gewoon hier neer. En dit is dan een soort van marktje of winkeltje eigenlijk, waar ze allerlei typische items hebben van hier uit de streek, zeg maar. Maar dus ook al wat kerstspulletjes. Oh jongens, zijn jullie daar al klaar voor? Ik weet niet of ik daar al klaar voor ben. Eigenlijk vind ik het altijd leuk, het hele jaar door. Maar hier gaan we dus ook straks eventjes lekker lunchen. Hier zie je ook de bakkerij. Lekker. Thanks voor de tweede stem. Ja, wil je dat de hele vlog? Ja. Graag. Wij zijn weer onderweg. Op de achtergrond hoor je MSN. Dat is de muziek van Maaike. Thanks Maaike om ons helemaal terug te brengen in de tijd. Ondertussen zijn we dus onderweg naar Beiersbron. En we maken nog een tussenstop bij een national park. Zal ik jullie zo meer over vertellen. We zijn nu bij National Park Centrum Roehenstein en dat is eigenlijk als een soort van museum midden in het Zwarte Woud. Echt super gaaf dat ik hier nu ben, want ik wilde hier altijd al een keertje naartoe. En je ruikt ook gewoon echt meteen de frisse lucht. We zijn echt best wel veel door haarspeldbochtjes gegaan om hier te komen. Dus het is wel even lekker om in de buitenlucht te staan. Het uitzicht hier is echt fenomenaal. En verder is dit ook wel echt het centrum waar mensen naartoe komen voordat ze het Zwarte Woud ingaan. Zodat ze net iets meer te weten kunnen komen over het soort trips dat je hier allemaal kunt doen. Verder gaan wij dat natuurlijk ook nog allemaal exploren. Maar we gaan nu eerst eventjes de exhibitie bekijken. Wij zijn langs deze prachtige natuuromgeving naar Beiersbron gereden. En we zijn nu ingecheckt in Hotel Krone. Dit is mijn hotelkamer. En hier heb ik dan de badkamer. Nu ik elke hotelkamer heb laten zien, moet ik deze natuurlijk ook zeker even laten zien. Maar het leukste van het hotel zie je eigenlijk niet. Dat is namelijk het binnenzwembad en jacuzzi. En daar ga ik me nu voor klaarmaken. Daar ga ik dus weer niet filmen of fotograferen. Maar je kunt je indenken, dit wordt weer genieten. En dit is mijn prachtige uitzicht. Dat is ook niet verkeerd, toch? Ik word hier altijd zo blij van. En het zonnetje word ik ook heel blij van. Guten Morgen, wij zijn nu bij Grindehütte. Dat is het hoogste plekje in de Black Forest. We zijn nog steeds in de Black Forest, maar wel echt helemaal op de bergen. Alleen zoals je kunt zien achter mij, je ziet er eigenlijk helemaal niks van. Omdat het hier op dit moment erg mistig is en ook best wel koud. Dus de vraag is nog even of we de wandeling wel gaan doen die we vandaag gepland hadden staan. Want er valt eigenlijk gewoon niks te zien. Je ziet een paar boompjes op 30 meter. En verder dan dat is het allemaal wit. Dus waarschijnlijk toch een kopje koffie hier binnen. Oké, het is toch een hele
hele kleine wandeling geworden. Wanneer ik zeg hele kleine wandeling, dan is daar zeg maar het begin van onze wandeling. En dan zijn we tot nu toe hier gekomen. En de vraag is of we nog heel veel verder gaan komen. Oké, jongens, dit is hoe het uitzicht eruit zou moeten zien. En dit is wat we op dit moment echt zien. Dus Alexandra zei net al, horen jullie dat? Dat is de cappuccino die roept. Dus we gaan weer. Maar we zijn toch even het bos in geweest. We hebben toch even geproefd. En echt nog wel een stukje gelopen. En best ook wat gezien. We zijn inmiddels weer ietsjes naar beneden gereden met de auto. En wij zijn nu bij Mummelzee, Dier Mummelzee. En dit is het meertje. En vanaf hier hebben we eigenlijk veel beter uitzicht. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze trip. Dus helaas ook aan het einde van de vlog. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. Wij hebben het volgens mij in ieder geval allemaal wel heel erg gezellig gehad. Zeker! Ja, het was echt een hele leuke reis. Ik zal ook alle informatie over de anderen nog eventjes in de beschrijving zetten. Zodat jullie hun vlogs ook nog eventjes kunnen bekijken. En kunnen nalezen op alle hotspots en wat er allemaal te doen is, et cetera. En volg ze ook op Instagram, dat zetten we hier ook even in beeld. En ja, dan rest mij natuurlijk nog maar één ding. Namelijk om jullie te vragen om te... liken! Reageren! Oh. Ja, ja, ga er voor mij! Oh, in het Duits, ja, nog lekkerder. Reageren! Reageren, bitte! Vielen Spaß auf Wiedersehen! Tjus! Ongelooflijk. Zelfs het toilet, dat ze dus hier verborgen. En zelfs dat is gewoon mooi. Ik ben nu echt benieuwd of ik ook gewoon op een gouden toilet naar de wc mag. Ik ga eens even kijken. Ik weet niet eens waar ik heen moet. Waar moet ik heen? Hier. Is het toilet van goud? Is het toilet van goud? Nee? Oh, dat valt me echt tegen. Hij is gewoon wit. Ha ha ha.